President Santokki kreeg gisteren een update over het integraal sociaal programma ESP van coördinator Mark Romy. Romy liet zien hoe uitkeringen getraceerd kunnen worden. Er wordt versnel gewerkt om achterstanden in te lopen. De president werd geïnformeerd over behaalde doelen, resultaten en projecten binnen het programma. De toevoeging van studenten aan het programma en de beschikbaarheid van financiële middelen voor kwetsbare groepen werden benadrukt. Het staatshoofd riep op tot effectieve communicatie en deskundige betrokkenheid voor een structurele aanpak van het programma en de projecten. De 11e gemengde werkgroepsvergadering tussen Suriname en Nederland vond plaats op 31 januari op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Beide landen benadrukten een goede samenwerking en toewijding aan een menswaardige behandeling van teruggekeerde onderdanen. Ze erkenden de noodzaak van gezamenlijke inspanningen voor een succesvolle re-integratie van terugkerende Surinamers. In januari heeft minister Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een eenmalige bonus uitbetaald aan ontvangers van koopkrachtversterking. Deze bonus, bovenop de maandelijkse 1800 SRD, is genomen in overleg met president Santokki en minister Raghubar Singh van Financiën en Planning. In totaal hebben ruim 115.000 personen de bonus ontvangen, wat resulteert in een totaalbedrag van 3.980 SRD aan koopkrachtversterking in januari per persoon. De regering benadrukt haar toewijding aan het welzijn van de samenleving en zal extra aandacht besteden aan sociale programma's om de leefomstandigheden verder te verbeteren.